Ik ben eigenlijk gewoon als 14-jarige bij mijn trainer Johan begonnen met atletiek. En ja, dat is gewoon een beetje gegroeid. Hij zag wel iets van capaciteit. En dan heeft hij mij altijd gezegd van als jij verder wilt gaan, meer wilt trainen en ja, harder wilt rijden, dan wil ik dat wel doen met u, maar alleen als jij erachter staat. En dan hebben we dat zelf eigenlijk ja, samen een beetje besloten van we gaan harder trainen. Maar ja, geleidelijk aan, dan was dat één training meer die maand, dan nog een training meer een half jaar later. En zo een beetje opgebouwd tot topsport. De prestatie waar ik nu het meest trots op ben, is toch wel de halve finale op het EK Belofte. Dat was deze zomer en ik heb in de halve finale een tijd van 11:16 gelopen op een 100 meter. Was wel met te veel wind mee, maar dat was wel echt een zotte tijd en daar ben ik echt wel heel trots op. Ja, mijn motto is gewoon ja, hard work, pays off. Ik ben eigenlijk al heel mijn leven bijna bezig met sport en vrij intensief. Dus het is eigenlijk nooit echt dingen die ik gelaten heb, maar ik heb gewoon mijn planning daaraan aangepast. Mijn familie betekent echt wel heel veel. En het zijn ook allemaal mijn, ja, mijn grootste fans. En naar elke wedstrijd komen ze ook gewoon kijken. Ik gebruik de producten van Blackroll eigenlijk op verschillende trainingen. Ja, dus de loopbands gebruik ik wel zo voor verschillende oefeningen. Met mijn trainer dan ook de lange of de kleine loopbands zo rond mijn knieën. Om dan mijn billen te activeren en zo. In het herstel is dan weer de gun wel belangrijk die ik dan gebruik. Voor mijn ja, benen terug los te maken. De beste vriend van mijn vader dan komt mee, mama, papa, mijn zus. Ze zijn allemaal aanwezig op bijna alle wedstrijden. Ze zien dat ook super graag en zijn daar echt wel heel gedreven in ook. En ze steunen mij daar ook heel hard in. Ik ben wel echt heel gedreven en ik weet wel wat ik ervoor moet opgeven. En ik wil ook gewoon dingen bereiken. Over alles wat ik heel graag wil, werk ik super hard. Wat mij sterk maakt is mijn dedication en het willen sterker en sneller worden, denk ik.